Hé hey jongens, zullen we vandaag beginnen met een Jel? Nou. Dat was precies mijn idee. Ja, toch? Ja. Telegraaf. <laughs> Zoiets? De thee, oh ja. de thee, de thee van team. Yeah. Jee. Ja, ik weet niet wat ik liever heb: een liedje van Billy Dansen of, of een Jel? Ja, wat dat, jij? Wat, wat mij betreft dan wel een Jel eigenlijk. Ja. Heeft hij niet gewoon ook een liedje wat Jel heet? Of dat komt er waarschijnlijk nu? Ja, waarschijnlijk. Ja, ja, dat, dat zou zomaar eens kunnen. Hij heeft trouwens een liedje, hè? Billy Dance over eilanden. Dat is een van zijn grootste nou ja, hits. hits? <laughs> hits. Ja, en ja. Oh, wat gemeen dat nee, we wij nee, allemaal heel dance. hard moeten lachen. Oh, Billy Dance, ik heb je in mijn hart zitten. Maar ik had wel verwacht dat hij ergens deze aflevering wel een liedje had gemaakt. Omdat ze eindelijk iets gewonnen hebben. Ja, toch? Er wordt dan toch wel een, een overwinningsliedje bij. Een overwinningsjel. Ja. <laughs> nou, zal <laughs> ik nog even introduceren. We praten na in de TV over oh. aflevering 4 van Expeditie Robinson. Ik ben Max van der Broek en ik zit hier samen met Jordi Versteegde en Carlijn Berners, de. Wat een gezelligheid. Hallo. Um, nou, begint het al een beetje spannend te worden? Nee. Nee. <laughs> nee echt, het wordt een heel lang seizoen dit. Op deze manier. Als er echt ja. niemand naar huis gaat en we ook niet weten wat nou op Titanen eiland eigenlijk de bedoeling is... Want ze blijven daar maar aan een touwtje hangen of aan een stok hangen. Maar voor het eerst had ik het idee dat Art wel zei: jullie strijden om. Uh, dat jullie dus gaan terugkeren. Dus dat het iets duidelijker werd dat ze dus allebei wel terugkeren. Maar dat is nog steeds niet helemaal, maar een soort van. In een volgend seizoen of zo. Dat ja, ze daar een heel jaar blijven het. zitten. En dan mogen ze volgend <laughs> seizoen mogen ze terug naar, naar ze de boxen. Ja, als zij elke uh, twee dagen een pizza kunnen winnen. dan maakt het ook niet uit dat je geen eten hebt op zo'n eiland <laughs> verder toch? Nou, ik, ik begin wel steeds meer mezelf te geloven. Want vorige week zei ik je nog in deze podcast: van, het draait allemaal om eten dit seizoen. Nou, dat is deze aflevering wel weer bevestigen. Ja, ja zo'n groentepakket uh, met uh, eitjes en zo. En een pizza. Ik ja. weet niet wat de sponsor is, maar. Uh... Domino's, denk ik. <laughs> Gotan, oh, toch? Go ja. toch? Meestal. Wat zeg je? Gotan, dat merk. Is Hoe, vaak zeg sponsor. <laughs> Word je ook gesponsord door Gotan? Tan. Go, go, tam? Tam. go tam. Ah, goed. <laughs> goed. Nou, het spannendste van de aflevering was eindelijk nog wel dat Kamp Zuid een kam heeft weten te maken. Met nou, go <laughs> ja, Een kam. Wat was het? wat was dat voor kam? <laughs> een soort borstel met, met botjes van de. Ik dacht echt, dat gaat natuurlijk één keer door je, dat door je haar ja. en dan breekt het af. Maar het was ja. nog een soort van solide. Ja, ik, ja. ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, maar ik vind dit toch een partij ranzig. Wat Zijn ze je dat wat ranzig? Ze doen, ze... Maar je doucht niet, je, 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 je tanden niet. niet, je bent sowieso ranzig. Ja. Hè? Nou, ze zeiden wel dat, we, dat ze misschien ook een tandenborstel willen maken die ze met z'n allen kunnen gebruiken. Ik, ik... Met allen, ja. <laughs> ja, dat, dat ja. ze. Nou, Ik weet ja. wel dat ze in het verleden hebben mensen hun tanden gepoetst met um, uh, houtskool. Want dat, je hebt oh, jij ja, ook... ook vanochtend, zie ik. zit <laughs> Zitten lekker in, Jordi. Nou, gesneller. Laten we mijn verhaal even afmaken. <laughs> ja, dat schijnt namelijk, je hebt ook houtskool. Ik uh, uh, kan je hier in de winkel kopen voor heel veel geld. Je kan op zich ook een vuurtje stoken als je een vuursteen hebt. <laughs> ja. um, en dan dus met houtskool je tanden poetsen. Dat werkt dus. Ja. Ook. Okay. Ja, dat is, uh, mijn vriend heeft dat ook wel eens uh, gedaan. Want dat schijnt dus die tanden ook echt de van te worden, mijn man. Ja. ja. Dus je tanden schijnen de, schijnen de witte van de horen. Ja, zie nou, je? Ja. Dus ja, dat is toch nog een tip voor jou, Jordi. Kopen ze, ze dat ook allemaal bij Gotan? Of, uh, <laughs> ik weet het niet. Zit je er goed in, hè? Ja. Ja. Uh, Komt door die Jel. Trouwens, even. Ja, ga je het is ook een hele persoonlijke podcast. Dat hoor je wel aan Ja, verhalen. Zeker. Uh, Carlijn heeft ook een uh, expeditie. Uh, ja, was, ja, hoe was jouw expeditie, ja, afgelopen, expeditie afgelopen weekend? Expeditie Dam tot Dam. Nou, ja. Het was een behoorlijke expeditie. Nee, maar kijk. Het was 23 graden, geen 40. Maar het was wel 23 graden. En als je dan... Intense intensiteit. Hoe zeg je dat? Gewoon je, je sport. Ja. ja. In warme... Hoe voelt dat? Nou, best pittig. Ja. ja. 16 kilometer was 16,1. Nee, het was, het was een expeditie op zich. Ik zeg Schrappel. het heel eerlijk. Maar jij, een... jij kwam hier binnen en je zat te schreeuwen dat je dit nooit, nooit, nooit meer wilde ja, klopt. doen. klopt. Is expeditie dan een programma voor jou, denk je? Als Zeker. je dit hebt gedaan. Ja, dat dan wel weer. Nou, weet je waarom? Ja. Omdat je dan ook even je momentjes kan pakken. Je, 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 je piekt op een... Mm -hmm. Kort. Nou ja, kort. Deze proef duurde natuurlijk vrij lang. Maar... Nou, die proef die duurde, me, die duurde zeker anderhalf uur. Ja, nou, Ik heb stoppen. één uur en drie kwartier erover gedaan. Dus op zich... Heel knap. Ja. Nou, jij krijgt een go-tank pakket van <laughs> <laughs> ja. ja, hartstikke goed. <laughs> uh, die balansproef. Balans. Uh, oh, ja. even, even de balans opmaken. We over zo'n ton voorbewegen en stokjes verzamelen. Uh, allereerst, Joy en Sergio mochten niet meer doen. Alweer Sergio. Het oh, ja. begint nu wel een beetje zielig te worden. Ja, ik had wel met vermaak. Sergio te doen, ja. maar ik moest er wel om lachen. Maar, maar zouden... Je voelt hem al aankomen. Ja, dit is toch gewoon een scène gezet, of niet? Dat zou je bijna zeggen. Ja, toch? Ja, precies. Want zouden de makers dit gestuurd kunnen hebben? Want hoe ging dat ook alweer met die steentjes? Ja, je moest, ze moesten gabbelen uit een zakje en dan voor oh, zich houden. Dus ja. op zich kun je dat heel moeilijk sturen. Ja. Maar, maar, maar dan ja. is het toch echt bizar dat hij weer niet mee mag ja, de ik denk wel... zitten te spullen. Ja, dan. ik denk Natuurlijk. dat die echt zaten te juichen. Ja. Yes. Ja. Yes. Komt show. Niet. Ja. En zijn eigen team, denk ik ook. Ja. 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 Ja, nou ja, het is wel een beetje klaar met cheers. Ja, maar ik vind ja. het toch oké. Okay, we gaan er nu heel vlug doorheen. Maar ik vind het dan toch jammer dat hij er nog in zit. Maar oké. Okay. <laughs> Ja, ja, voor het programma is ja. het natuurlijk wel leuk, uh, omdat ja, het, houdt, het, 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 het stoort heel erg en daarom ja, dat is, het heerlijk Ja, het om is een leuke kijken. verhaallijn. Ja, het is een ja. lekkere verhalen, maar volgende week is die wel klaar. Ja, dat denk ik. Verhalen. Als we verliezen. Hey, hey, uh, baalde Joy ook dat hij niet mee mocht doen, want ik, aan hem merkte ik niet echt. Hij is een beetje stil, vind ja. ik. Het ja. is een beetje, hij is een beetje op zoek naar zijn purpose, uh, denk ja. ik. Uh, zoals ja. je dat in B&B van Liefde ook was. Het... Hij, hij, hij lijkt ook niet echt lekker in de groep te liggen. Ook omdat, uh, was dat Noeska of zo? Die zei van: uh, we moeten Joy eruit stemmen. Nou, dat vond ik een, dan gaan we denken: we ja. maken echt een sprong. Maar dat, ja. dat was natuurlijk pure tactiek. Ja, Noeska uh, wist in ieder geval dat of Justine of uh, uh, Sergio? Sergio naar huis zou gaan. Maar door nu te roepen dat Joy er ook wel klaar mee is kon ze dat moment nog verder uitstellen, dus dan zijn er drie kandidaten voor haar die in ieder geval naar huis hebben. Ja, gaan. dat is wel slim. Dus pure ja. tactiek. Ja. Ik vraag me af of dat uh, of, of, of daar of daar aanleiding voor was om dat te zeggen. Dat ja. dat Joy iets heeft laten merken ja, kijk, of zo. Vorige week in onze podcast uh, zei Kimmy Lee natuurlijk ook dat ze het minst had met Joy, omdat ja. hij gewoon niet heel erg. Uh, nou, ja, ja, ze heeft daar gewoon niet zo heel veel mee gesproken ja. en, ja. en uh, hij heeft natuurlijk zelf toen aangegeven dat hij heel erg lekker lag met Timor. Ik denk uh, dat hij gewoon ook niet iemand is die heel erg uh, op de voorgrond treedt in BB voor liefde. Stuurde hij ook zijn vrouwen even op retretten en weet ik veel? Weet je wel, hij had hij heeft niet zo heel veel zin in die drukte misschien. Nee, nee, um, nee. En dan kiest hij wel de personen uit waarbij hij zich wel goed voelt. Dat, dat zou een, een reden kunnen zijn. De andere reden, en dan ben ik een beetje de, de, de housewife, real housewife in me, is gewoon omdat Dani zijn vriendin niet wil hebben dat hij met andere vrouwen optrekt. <laughs> ja, dat, 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 <laughs> zou, dat, dat zou dat zou ook nog kunnen. zo so, ja, die Dani die, die zou wel echt gebaald hebben dat hij daar naartoe is. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik moet wel zeggen, de makers lieten op het moment. Dat Noeska dat zei, dat Joy er een beetje doorheen zat, lieten ze ook echt een heel zielig shot van hem zien. Dat hij ja. daar bij dat water ik, zat te fietsen. Ik, ik moet wel zeggen, ik zit ineens te denken. Op die persdag een paar weken geleden, waar, waar we die eerste aflevering, uh, vlak voor de eerste aflevering. Toen sprak ik ook Joy en Joy zat er toen ook al niet echt lekker in. Ik vroeg toen aan hem: van, uh, Vond je het leuk? En daar kwam er echt geen, absoluut geen ja uit, zeg maar. Weinig mm. dus... Joy in zijn leven. Ja. Ja. <laughs> ja. Oe, dus misschien is er wel meer gebeurd als wat we nu hebben. Gezien. Ja, misschien wel. Ja. Misschien gaan ja. de pleuren daar nog wel uitbreken. Dat ja. zou Laat ook een leuk verhaal zijn. Laten oh. we het hopen, want er gebeurt het tenminste nog wat. Hè. Zo. Hé, hey, uh, ik schrok nog wel tijdens deze proef. Oh, ja. Uh, nou ja, we zeiden het net al eventjes. Anderhalf uur doen over ja. één ja. zo'n stokje. Nou ja, ik had er een stokje voor gestoken, moet ik eerlijk zeggen. En uh, al kon ik een ton uh, winnen, had ik het niet gedaan. Wat ik ook niet begreep, is dat ze eigenlijk al vrij snel zo zeker van zichzelf waren... dat ze dat touw eerder loslieten. Terwijl later in de proef zag je dus dat ze dat touw... Dat je dat touw best wel lang kon precies. vasthouden, ja. Ja. En ik denk ja. dat daar gewoon best wel... Timor ging als eerste en die dacht met zijn dansen wel dat hij... Die... Uh, dat kon fixen, ja. maar dat ja, zo nou zat ja, het gewoon ik, niet. Het, het, het zag er ook ontzettend moeilijk uit hoor, Zeker. maar anderhalf uur voor één stokje, denk je, dat, denk je dat dat de bedoeling was, dat het zo lang zou duren? Want het is echt in die hitte, 40 graden. Ja, nou ik vond het een hele saaie proef, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, het is nou niet echt een proef waarvan je kan zeggen: als je die wint, dan heb je het echt helemaal onder de knie met je groep. Want nee. het is één opdracht, je moet op een tonnetje kunnen staan. En ja, ik wil het... Er is ook weinig samenwerking. Ja. Het is vooral individueel allemaal achter elkaar. Exact. Dus ja. dit zegt mij nog niet dat het ene team beter is dan het andere team. Nee, als ik nee. heel eerlijk ben. Nee. Nou, ik vond uh, Vincent altijd het eerste stokje. Die had het wel. Uh, ja, die was wel die goed. Dat deed het wel ja. goed. Ja. Dat, ja. Zag wel goed maar dat is een was. topper ja. hoor. Vincent is echt zo iemand die er echt volledig voor wil gaan. Ja. Uh, dat is wel iemand die ik echt wel richting de finale Gaan. Ja, dat dus, maar het ook. is ook een relaxte gozer, dus het is ja. iemand die ervoor, gaat, maar ook niet... Hij doet tenminste een beetje normaal. Ja, ja. Wie niet? Ja. Nou, <laughs> kunnen we het zo even over ja. hebben hoor. Ja. <laughs> nou, langzaamaan werden er dus uh, steeds meer stokjes gepakt. Jammer dat je maar één stokje per persoon mocht pakken. Tenminste, ik gok dat dat een van de regels was, toch? Want anders stuur je gewoon de hele tijd Vincent, zou je zeggen. Oh, zo, ja, of bedoel, iedereen ja. wil het gewoon een keer proberen. Ja. ik zou ja. echt ook zeggen van ja luister, het is leuk dat je een stokje hebt gepakt, maar ik wil ja. er ook één pakken, toch? ja, ja. je wat een ja. gedoe doen om een stokkie? No. Ja. ja, ja. ze gingen bijna van de stokkie. ook ja. nog eens. ja. 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 uiteindelijk wint Kamp Zuid en het is de eerste keer dat zij wonnen. Dus het uh, is ook wel eens leuk, toch? Eindelijk is een keer dat daar iemand eruit. Uh, dat, dat, dat zij een keer immuniteit krijgen, dat, ja. dat is bij Camp bij, bij Noord is een keer iemand eruit mag. Want daar mag ondertussen ook wel even... Uh, ja. ja, eens. Van de bezem ja. doorheen. Je ziet steeds bij die proeven dat ze dan mensen moeten achterlaten. En dat niet iedereen mee kan doen. Uh, ja. Dat het gelijk moet zijn. Ja, dan... ja, maar dat. Maar ook gewoon omdat... Dat, ja, ja, je bent ondertussen wel klaar met sommige van die mensen, toch? In Camp Noord. Ja. Als je noemt zo Sergio. Ja. Ja, dat is echt een, iemand die echt de sfeer totaal weghaalt ja. daar op dat kamp. Ik moet zeggen, nou ja, je dacht dan bij Kamp Zuid, die gaan ook een gezellig uh, een feestje vieren. Maar dat feestje was natuurlijk van korte duur toen dat steentje. Ja. ja, dat was echt. Hoe, nou, hoe kan je dat nou? Maar hoe kan dat ook? Want dat is toch een van de belangrijkste dingen die je hebt. Ja, ik snap ook niet dat ze hem niet gelijk aan iets vastmaken. Dus dat je er, ja. ik wil een gaatje. Of een, een soort sleutel of... hangen. Ja, ja. Je op, jongens, je, je eet niet. Het is warm. Het is, je bent niet helemaal bij de les. En je, ja, dan kan dat gebeuren. Ik bedoel, je bent thuis ook wel eens een keer je huissleutel kwijt. Dat is ook niet handig. Maar het is wel wat het is. Op ja, maar dat, dat is je leven. Dat is je overleven en je leven. Dus daar, daar. Nee, maar ik, 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 wil het dan in die zin ook niet goed praten, maar ik snap wel dat zoiets kan gebeuren. Ja, ik begrijp. En ja. Hoe dan vervolgens die hele ploeg dat dat moment pakt om Hamza helemaal de grond in te boren. terwijl de jongen, ja, die. Ja, die nee, dat, dat vind ik fijn. ook een beetje unfair. Ja. Ik bedoel, het is uh, van. Het is niet van alleen allemaal. zijn verantwoordelijkheid. Nee, ook, precies, tuurlijk. Maar het is wel echt. Dat is het wel. Het een van de meest onhandige dat je kan doen. Ja. Die vuursteen kwijt. Ja, hangen, Ja. Toch? ja. Maar goed, nee, zijn er zijn andere manieren hoe je vuur kan maken zonder zo'n steen. Twee, gewoon twee stenen denk ik zo op elkaar, maar dan ja. moet je wel vuurstenen ook hebben. Maar niet, ik bedoel niet zo'n sticky, maar mm. moet je kijken wat voor stenen er zijn. Ik ben wel en nieuwt. ik deed het vroeger wel eens, maar ja, je hebt geen... Als je misschien een stukje, je hebt op het strand vind je nog wel eens glasrest of iets. Als je dan de zon zo doet, dan heb je zo'n puntje. Ja. Uh, als je, en dan kan dat gaan fikken. Ja, maar het precies. is wel veel werk. Zo, zo, zo molde klasgenoten voor mij altijd mieren. Ja, en, uh, ging ja. Door, Hè? Ja. <laughs> ja. Op wat voor school zat jij? <laughs> ja, nou. Nee, ja, ik moet wel zeggen dat... Wat zou, wat zou dan er gebeuren op het moment dat dat steentje nu echt definitief kwijt? blijkt te zijn. Ja, makers, dan, dan, dan hebben ze nooit meer vuur bijna, toch? Nee. Dat is, lijkt me zo moeilijk. Dat kan bijna niet. Maar er is dan ga je toch gewoon... nog wel een steentje ergens maken. Dan, er wel... dan gaan ze bij de volgende proef kunnen ze een steentje winnen. Dan nou. Moeten zij kiezen tussen het steentje en heel veel eten. En eten, ja, ja. dat zou nog wel kunnen. Ja. Goed idee. We nemen het mee. In de vergadering die we hierna ja. hebben, toch? Ja. Deze hele uitzending evalueren mensen. Ja. Uh, ondertussen, ja. op Titaneneiland... Uh, ...komt er weer een Titanenstrijd. De derde alweer. Ja. Uh, tussen Thomas en Kieran. Um, hangen. nou, nou Dat is zo om. zwaar. Ja, ja, maar ik zat me wel af te vragen... ...bij deze uh, proef. Is het niet voor de een zwaarder dan voor de ander? Omdat uh, Thomas is 14 kilo lichter... Ja. Ja, want ze zeiden inderdaad van tevoren wel heel duidelijk dat, dat het apparaat zeg maar, was afgesteld echt op de lengte. Maar op, op gewicht kun je er natuurlijk niet zoveel mee doen. Nee. Dus dan is het inderdaad wel echt voordeliger als je gewoon 14 kilo lichter bent. Ja. Maar alsnog ben je dan afhankelijk van of je dat getraind hebt, ja of nee. Dus je kunt wel 14 kilo lichter zijn, maar hebben jullie ooit in zo'n rek ooit gehangen? Nou, Gisteravond. Ja. Precies. <laughs> nee, maar ik, serieus. Ik, 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 wij hadden dat vroeger thuis, hadden we zo'n ding waar je gewoon aan kon hangen. Ja, maar vroeger thuis. Dus dat ja. is lang geleden. Maar als jij nu in zo'n rek moet hangen, kan je dan minuten lang blijven hangen, denk je? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee want dat ik, ik, ik niet. weet nog, want ik doe dan aan CrossFit en we moeten ook wel eens hangen in zo'n rek. En voorheen. Nou, ik kon niet eens blijven hangen. En nu ga je wel 30 seconden, kan ik wel blijven hangen. Maar dan heb ik het over 30 seconden. Ja. Maar ik denk als jij, ook al ben jij 10 kilo lichter, als je het niet getraind hebt, is het gewoon zo zwaar. Ja, we hebben het wel over Thomas. Hè. Thomas is wel echt getraind. Ja, en Hockey. Kieran ook. En Kieran ook, precies. Dus ze zijn hun eigen gewicht wel gewend. Ja, dat ja. denk maar ik. Maar alsnog ook. doet het wel pijn in je handen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ze hadden in het begin dan... nog wel een, een paaltje waar ze ja. een beetje op konden ja. staan. Ja. Ja. En... Dat ze nog een beetje konden rekken, ook met de vingers en zo bloedheet daar. Ja, je moet het eigenlijk thuis... Je weet gewoon dat zo'n opdracht komt... in een expeditie. Dus je moet gewoon in de sauna... moet je zo'n ding ophangen. <laughs> een balkje hangen, ophangen. En dan kun je thuis <laughs> oefenen. Ja. ja. Hoe lang zou dat nou geduurd hebben? De, de, die, die proef in totaal. Want die vorige, dat was echt uren. Maar, wat, maar dat dit hangen... Dus niet, hè? Nee, dat... ja, maar, dit, maar dit hangen, dat... dat ja, ja, kort. Niet zo lang, toch? Nee, dat ga je geen tien minuten volhouden. Precies. Nee. Want trouwens, die aankomst op... Titanen Eiland van Ricky, daar heb ik me ook over... lopen verbazen. Want die komt dan aan alsof een wereld voor haar open gaat dan denk ik nou volgens mij of het nou Titanen eiland of Afvallers eiland heet het is al jaren hetzelfde je komt daar aan op het eiland en hup je, je krijgt nog één kans maar Rikki die doet echt alsof ze van niets weet en wat moet ik hier dan doen en ik ben hier een beetje het is heel onwennig daar ja. op het eiland dat ik ja meid je weet toch heb of, je ja, heb je het programma ooit, gekeken? Het programma ooit ja. gekeken ja dat ja. dacht ik maar goed, ik vraag me daar wel af hoe lang die mensen daar allemaal nog moeten blijven zitten. En uh, wat er dan gaat gebeuren. Misschien moet Justine dus volgende week gaan... Uh, Duelleren. Better... Ja. ja, precies. Ja, dat dacht ik. Of misschien dat er nog een derde bij komt of zo. Dat met z'n drieën. Ik weet het ook niet hoor. Nee. Maar dan betekent dat er weer niemand afvalt. Ja. Volgende week. Hmm, maar dat Toch? Als, de, als ja, er dat nog klopt. een derde bij moet komen. Ja, maar ja. Volgens mij houden ze heel erg van uitsmeren. Dus. Ja. Nou ja, dat blijkt dan. Als dat zo is, dan blijkt dat. Ja, ja. dat zou kunnen. Hè? Dus dat Justine gaat battelen tegen uh, Ricky. Ja. En dan gaat Ricky naar Afvalleseiland. <laughs> ja, kan eiland. zomaar. Hè? Nog een eiland. Kan zomaar. Want het is het seizoen van de Zo is onverwachte het. wendingen, werd ja. het. het gezegd. Dus uh, goed. Uh, uh, terug op Titaneneiland. Die prijs. Uh, weer een prijs voor nu of voor later. De prijs van uh, later was een barbecue mm. met kolen. En de prijs van uh, nu was een pizza. Uh, jij bent altijd van de prijs van nu Altijd voor de prijs. Van dus ook weer nu ja. pizza. Ja, wel kut dat er vlees op zat dan. Hoezo? Ja, ik eet geen varkensvlees. Ah. Dus dan kan je dan... Zou je dan voor de barbecue zijn? Gegaan? Nee. Oké. Okay. Nee. Ik <laughs> had het vlees toch afhalen? <laughs> ja, dan proef je het. Maar het maakt niet uit. Ik denk dat je zo honger hebt dat je gewoon ja. alles eet. Ja, tuurlijk toch? Nou, ja, sowieso. Nooit kind of dat je, je geen Nee, Maar zouden jullie voor de barbecue gegaan zijn dan? Nee, ik zou nu wel voor de pizza. Maar ik had wel, denk ik, de vorige keer wel voor de later. Maar dan zou ik nu zoiets hebben van, ja, fuck dat. Ja, dat, ja, een beetje hetzelfde als uh, hoe die gasten... Ik, uh, ik, ik kook wel op, 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 een, op een vuurtje zonder steen. Weet nou, ik zou dus ja. ook, net zoals ik net zeg, van een stukje glas gaan zoeken ergens. Ja. Je kunt ook kijken van wat kan ik bij elkaar rapen uh, en maak ik daar zelf een barbecue van. Ja. Want je hebt natuurlijk gewoon: uh, je houdt wat je verbrandt. Je hebt ook een pan, uh, misschien. Ja, liggen er nog spullen waar je zelf een barbecue van kan gaan maken? Precies. Je moet een beetje... En dan ga je nu lekker voor de pizza. Dat is normaal. Ja, ik vond het wel lief dat hij die pizza ook deelde met uh, iedereen. Ja. Ja. ja, zouden jullie dat gedaan hebben? Jazeker. Ook met Nou Nee, als je. Ja, dat vond ik. Ja. Nee, Dat ben je, ah, je als, een onpsychotieke ja. lul. Dat ja, dus als, als dan Ricky de volgende keer wat wint, en die, die, die houdt dat ook voor zichzelf. Ja, dan krijg je Maar ik had, wel, ik, had, ik had de pizza dan in, in drieën gedeeld. En had ik mezelf wel een iets gedeelte stukje ja. Oh ja, dat denk ik, ik eigenlijk Ik ben echt heel wel. egoïstisch, hè, ja, Ik keer. wil wel die ene met de iets meer... Uh, Neem uh, jullie het vlees opeens. maar. Dan. Ja. Uh, <laughs> ja, nou, we zijn dol op vlees, dus wat dat betreft. Heerlijk. Ja, we gaan weer dezelfde richting vorige week. Moet je even terugluisteren, mensen. Ja. Um, de eilandraad. Dit was denk ik de eerste eilandraad waar een beetje spanning in zat. Ja. Het was in ieder geval niet zo eenduidig als de vorige twee nee. eilandraad. En ook nog een, best wel een bijzondere twist, toch? Ja, had ik niet verwacht. Want wie, wie, wie heeft nou extra toch op Justine gestemd, denken jullie? Ja, Justine zegt Noeska, toch? Nee, ze zei uh, Wasima. Oh, Wasima, sorry. Dat, ja. dat, dat zou... geloof ik niet. Nee. Oh. Ik zou ook niet weten wie anders. Nee. Nou, moeilijk om te zeggen. Maar Noeska had op uh, Joy gestemd. Ja, dat klopt. Um, maar ze kreeg niemand mee. Nee, ja, dat nee. was gelukt. Nee. nee, maar uh, nou, die mannen hebben natuurlijk allemaal op Justine gestemd. Ja. Maar wie, 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 wie hebben we dan nog aan de vrouwen? Ja, oké, okay, je hebt Mhm. Mm je hebt. Nou, um, daar moet ik even graven. <laughs> Jij vraagt het nu aan mij. Uh, ik, ik kan al die namen ook nog niet. Metrouwen. Mevrouw Kazan? Ja. Ja. Oh ja, Jamie. Ja. Die toverde daar in één keer een extra stem. Nee, maar uh, zijn het die twee? Want dan heb je nog Noeska en Justine. Nee, je, nog, je hebt nog een vrouw. Hoezo weten we dit nou even? Marijn? Nee, die... nee, Marijn is het andere eiland. Oké. Okay, dan... Ik mis nog één iemand. Maar waarom zou. Oh, uh, Ellemieke. Oh ja, ja, maar. Ja, oké. Okay. Maar waarom zou. Er uh, is vast een reden waarom, waarom Justine denkt dat het. Uh, dat was Sima eh, is. is ah, ze was heel stil daarna. Mhm. Mm ze was echt heel stil. En ze omhelste haar ook heel hard als eerste. En uh, oh ja. misschien daarom dat ze een soort van een goedmaakgevoel had of zo. Ja, zou kunnen. Gaan we aan de andere kant. Ik we wel dat zij eruit is gestemd ja ten opzichte van Sergio bijvoorbeeld. Nou, nee, ja, dat, dat, dat dus niet echt, want ze kreeg ook nog was, als we als was is, hè. Mm -hmm. ze kreeg het ook nog een soort van aan de stok met Sergio. Mm -hmm. Dus ik had altijd op Sergio gestemd, want hij reageerde daar ook weer zo raar. Maar het zegt wel iets, dus dat ze Justine eruit stemmen, terwijl zij constant mee heeft gedaan met de proeven, wat je ook van haar vindt. Ja. En ja. Sergio heeft niets gedaan en die wordt er niet uitgestemd. Dat zegt. Dus, dus inderdaad dan wel. zijn de mensen gewoon klaar met Justine. Ja. En ik moet je eerlijk vertellen. Vorige week zei ik hier nog, zij is mijn Robinson van de ja. week, hè, Justine, ja. en dat ja. komt omdat ja, op een gegeven moment ze luisterde gewoon niet naar haar eh, vorige week. Maar nu was ze wel heel erg aan het zeuren, zeg. Oh, het was toch allemaal toch wel heel erg hoe ze met haar omgingen en ja, vond ik vorige week ja. eigenlijk ook al wel. Ja, ja maar het maar... was voor mij de anti natuurlijk ja. vorige week. Ja. Ja. Nou deze week is zij, ik ga met jullie mee. De anti. <laughs> de anti. Ja, <laughs> ja. Ja. Nee, ze doet het niet leuk in dit programma, dus het wachten is op uh, de volgende eilandraad waar ja. hij, uh, Eruitgestemd gaat worden. Ja. Denk ja. ik. Ja. Maar goed, dan gaat ze nog niet naar huis. Dan gaat ze nog naar uh, Titanen-eiland. Titanen Misschien Afvallers eiland Nou. <laughs> ja, ja, het jongens, dat... jongens, het kan zomaar hoor. Ja, dat... ja. ja. Enig. Dan ga je nog naar Gotan-eiland. <laughs> <laughs> nou ja, als daar helemaal tijdpakketten klaarstaan. Lekker moedeltjes. Oh. Zouden wij nu uh, mailtjes krijgen van dat uh, merk dat wij nu. Ik uh, weet niet. Nou, het is welkom, toch? Ja. Altijd ik vind het wel. wel als we deze podcast plaatsen op social, dan we even ik ook dan moeten denken. Nou, een, een journalistiek en onafhankelijk platform. <lacht> <lacht> ik heb geen idee wat de concurrent. We van mogen ons dit jaar. niet aannemen, sowieso. Ja, nee, dat doen we nooit. Nee. <lacht> <lacht> dat klopt. Uh, zullen we het even over onze Robinson van de Week? Misschien ja. dat we daar nog eventjes uh, over kunnen uitweiden. Ja. Carlijn. Oh ja, ik wist weer dat er bij mij werd begonnen. Ja. Ik denk toch. Um... Ik vind hem, vond hem vrij lastig dit keer. Ik denk dat ik toch voor um, Marijn ga. Oké, okay, waarom? Om, omdat ze best wel onder hoogspanning stond om dat laatste stokje te pakken. Mm -hmm. uh, en ze bleef rustig, terwijl Noeska Fontijnach als, als een stier op dat ding stond. En daarvan dacht ik wel van: ja, je houdt je rust. En uh, ze is positief. En als leider haal je ook het laatste stokje binnen. Dat vond ik, uh, vond ik knap. Dus uh, ja, voor mij is dat uh, de Robinson van de week. Nou, Dave is trots. Ik ga voor de langere termijn en ik heb hem al verklapt. Ja, Noeska. Nee, Vincent. Oh. Ik vind Vincent echt een Robinson. Ja. Uh, die heeft het gewoon echt in zich om de rust te bewaren en fanatiek mee te doen. Dus uh, wat mij betreft, ja, kort maar krachtig. Maar ik, ik, ik vind ook uit. wel wat voor, te zeggen voor Noeska. Wat jij zegt. Want als het zo slim, zeg maar, bedacht is dat je eerst drie andere namen noemt. Ja. En dat je daardoor al drie mensen voor je hebt. Dus dat je drie keer een proef moet verliezen. Dan zit je al bijna in die samensmelting. Mm. Als dat echt zo. Doordacht is, dan ben je ook wel echt een goede Robinson. Ja, maar dan, als het dan had gewerkt, dan had ik haar misschien wel de Robinson van de week. Gemaakt. Ja, maar ze heeft een zaadje geplant, Max. Dat zeker. Dus bij zichzelf, maar dat nee, was... bij anderen ook. Oh. Mensen gaan nu ineens kijken: van, oh ja, die Joy, inderdaad. Was misschien eigenlijk, oh ja, hij heeft een stem gekregen. Ja, weet je, zo gaat het. Maar hmm. als, als Joy erachter gaat komen dat Noeska dit spelletje met, met hem speelt, dan gaat er nog wel iets komen, denk ik. Ja, dan wordt hij gek. Dan wordt hij gek. Ja, maar ik denk dat Noeska daar niet heel veel. Uh zich van aan gaat trekken, want het is zo'n, uh, weet je wel, oppa. Uh, ja, nou ja. 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 Nou nee, ja, spannend. Heel goed. Ja, ja, uh, ik sluit me eigenlijk wel aan bij Vincent, want ik, die had ik hier ook staan. Ik vond, Vincent oh. vond ik gewoon heel uh, goed bezig. En uh, het was ook de eerste keer dat hij echt, uh, echt wel een beetje het podium pakte, zeg maar, dit seizoen. En dat uh, deed hij op een sympathieke manier. Ik vond hem uh, heel uh, heel goed bezig. Ja, ik hoop wel op spannendere proeven. Zeker de tijd. Want... En spannendere afleveringen. Misschien. Ja, maar ja, dan moet er gewoon iemand uit. Je wil op een gegeven ja, moment. dat er, er iemand weg. uitgaat. Ja, ja. Want anders ja. zijn we tot volgend jaar bezig. Ja, en wie willen we dan het liefste eruit hebben? Dus wie is de anti romanson Dat is wat je vraagt nu, of kan, niet? Kan, ja. Nou, dat zijn in principe twee losse dingen, denk ik. Okay. Maar... Uh... Nou ja, het gezeur van Justine ben ik wel een beetje beu. Dus dan mag zij er wat mij betreft uit. Wat ja. vinden jullie van Fari? Not sorry? Nee, ja, ik vind dat hij wel lekkere opmerkingen maakt. Ik hou <laughs> ja, er wel van. dat wel. Maar hij doet natuurlijk geen enkele... Geen, 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 nee, geen, maar als, als andere mensen dat pikken, prima. Ja, dat hoeft nou. dus ook niet Nee. Maar Als je tactisch kan denken... Mm. Ja, ja ik, ik, ik vind het wel lekker. Een beetje zo... Uh... <sighs> Ik had nog ja, wel gel. Ja. ja, ja, ja. Maar dat is de reden waarom ze hem mee hebben laten gaan. En, maar ja. ik moet wel zeggen, ik, ik, hij mag nog wel iets pittiger, wat mij betreft. Ja. Iets meer zes. Oh, wow. wow. Ja. Ja. Mooi hè. Ja. Maar Mooi... wie moet er dan uh, uit? Ja, Justine. Ja, die moet eruit. Ja, Justine. Ik denk maar wel ik, wel ik vind, sorry, maar ik vind Ricky is ook wel gewoon. Van ja Het is ook niet dat ik nu denk op Titaan-eiland. Oh, ik krijg zo'n leuk beeld van Ricky. Nee, maar goed. Dat dus die mag dan... er van mij ook wel uit. Justine trekt de mond nog een beetje open. Iedereen mag naar huis voorbij. Nee recht. hoor, ja. Sergio mag er ook uit. Ja. Oh, ja. Ja, ja, maar... Billy Dance, Billy Dance, mag hij er ook uit? <laughs> ja, je hebt niet zoveel met Billy Dance. Nee, ik heb het niet. Oh, nee. we zijn wel was we een hele lieve hè? man. Maar... Ja. maar wie is dan de anti-Robinson van jou, Max? Ja, ik, um... Sergio Ser slash... We vallen in herhaling. Ja, ja, het is. Maar het, is, het, is, het, is maar het komt er dat ze er maar in blijven zitten. Ja. Nou, wij blijven hier ook maar zitten. Zullen we er een einde aan breien? Nee, jij hebt jouw anti nog niet genoemd. Heb ik wel gezegd, ja, he? hij Jij hebt al genoemd. tien keer de naam oh, genoemd. Sorry. En neem het niet persoonlijk, Justine, als je dan deze podcast luistert. Het is puur wat ik zie in het ja. spel. Ja, ja maar <laughs> ze is er. Oké, okay, ze is dus alsnog ook de anti-Robinson. Ja, ik... Uh... Wie is jouw anti -Robinson? Ja, precies. Mensen denken dat ze, de, nou. dat ze bij hetzelfde zijn, dat ze deze podcast... Nou, ik, ik sluit me ook aan bij... Uh... Nou, nee, wacht. Hamza vind ik als je echt dat... Uh, eigenlijk het hele team, als jullie dat... Vuursteentje kwijt zijn geraakt. Het is all on you. En niet alleen Hamza, maar Hamza gaat erop worden aangekeken. En ja. dat is wel echt superkut voor hem. Zeker. Maar dat is heel dom. Dat vind ik echt een anti-Robinson move. Mm -hmm. um, maar als ik kijk, dus inderdaad ook naar Sergio. Het kan echt niet dat als je een keer niet meedoet aan een proef. Oké, okay, drie keer, maar oké. Okay, maar uh, soort van. Uh, dat je dan je zo laat gaan. Dan, dan zet jij zo de toon voor het hele kamp. Mm -hmm. En dat vind ik zo Anti. Dus ja. Sergio is wel echt. Is gewoon, gewoon hij krijgt echt niet de sympathie van nee. zowel zijn team als de nee. kijkers. Van en dan ook ja. nog zeggen dat je naar huis wil. En dat je naar huis wil ontkennen. En daarna ontkennen. Ja. Dat vind ik ook echt. Dan denk ik nee. Nu haal je me over om hem te benoemen tot Anti. Nou, zie je? Ja. Dan val ik toch niet in herhaling. Toch eens gezind. Ja. Nee, ja. oprecht. Want je hebt gelijk. Ik was dat alweer vergeten inderdaad. Dat vond ik zo... Uh... Dat ik zelf daar zo tegen Ja. 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 dat ja, is gewoon niet slim. Ja. Nou, laten we hopen dat het uh, volgende week een enorme spanningsboost geeft. Dat zou ik zijn. Ja. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het uh, aanwezig zijn. En uh, hopelijk tot volgende week. Yes. Tot dan.